De Nifty 50 of de Plastic Fantastic. Vandaag hebben we het dus over 50 mm lenzen. En waarom jij er sowieso in jouw kit één wil, maar ook waarom je er misschien wel meer dan één in je kit wil. En daarvoor hebben we dus 5 redenen bedacht die we vandaag met jullie willen delen. Maar... misschien is het leuk dat voor we vandaag van start gaan, ik een klein beetje backstory of inkijk geef in mijn persoonlijke leven. Ik geef het halvelings met trots en halvelings verlegen toe, maar ik ben een nerd. Een nerd eerste klas. Zoveel jaar geleden ontdekte ik wat ik allemaal kon doen met die Nifty 50. En ik was persoonlijk niet schuw van die manuele focus. Dus al snel plakte ik mijn eerste manuele 50 mm lens op mijn camera. En wat een verschil aan beeld dat dat gaf. En ik was dus op slag gefascineerd over hoe de kleuren, de rendering, de contrasten en al kunnen verschillen van lens tot lens. Dus voor deze video heb ik een zestal van mijn persoonlijke 50 mm lenzen mee. Maar daar komen we later in deze video op terug. Trust me, I'm a pro. Ja, maar wat zijn nu die 5 redenen? Een eerste reden waar we bij komen, wel, dat is gewicht en formaat. Want zo weegt de gemiddelde 50 mm lens minder en is die kleiner dan de wijdere en de langere lenzen binnen diezelfde familie. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Zeker als we wat terug in de tijd kijken, was de 50 mm een relatief gemakkelijke optische formule voor de fabrikanten om te maken. En een optisch design dat het toeliet om compacte lenzen te produceren. Ja, een cameratas die weegt al genoeg op zichzelf. Dus vanaf nu nooit meer dat brandend melkzuur in je spieren van die veel te lange fotowalks met veel te veel materiaal bij. Ja, meneer presentator die heeft makkelijk praten met zijn lichte lens en zijn lichte cameratas. Jongen, jongen. Ik heb er wel 6 mee voor de video vandaag natuurlijk. Ja. Natuurlijk, elke fabrikant maakte er wel meer dan 1. Dus er zijn ook nog eens superveel 50 mm lenzen om uit te kiezen. De grote merken zoals Nikon, Canon, Fuji, Panasonic, die hebben vaak meer dan 1 50 mm van hunzelf al. En dan komen er ook nog eens de third-party fabrikanten zoals Sigma, Tamron, Samyang enzovoort, die ook nog eens 50 mm lenzen maken. En zo is er dus heel veel concurrentie op vlak van die 50 mm. En dat is natuurlijk goed voor onze reden 2, want dat is de prijs. Zo is die gemiddelde 50 mm prime de goedkoopste prime lens die voor jouw kit beschikbaar is. Bedenk daarbij dus dat die 50 mm prime de perfecte aanvulling is voor jouw standaard kit zoomlens. En zo is het dus een no-brainer om jezelf te verwennen met een goede en betaalbare prime lens. Dus Senne, wat is nou de meest betaalbare lens die je hier zo in je arsenaal hebt? Ah, wel, ik heb het 2 keer meegemaakt dat ik een oude analoge body kocht waar die lenzen gewoon op zaten. Dus toen betaalde ik 20 euro voor die body en die lens die zat er gewoon gratis op. Oké, niet normaal joh. Dus onze tweede reden, lekker goedkoop. Klaar. Op naar reden 3. Ja. Oh, dat is een leuke, hè? Ja, de cameramannen. Hè? Mag ik een fotootje van die jongen nemen? Ja hoor, dat mag. Of meisje, ik weet niet, wat is het eigenlijk? Een jongetje. Draai jij je maar eens om. Draai jij je maar eens om. Het weegt wel heel hard, hè? Dat gaat hier vooruit met die manuele focus. Hoe heet hem? Tommy. Hey Tommy. 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 Op naar reden 3. Je moet nadenken over je beeld. Dat is een te snel. Manuele focus. Nadenken over je shot. En dat is een voordeel, want het maakt vaak ook voor meer creatieve beelden. Je moet nadenken over waar je staat voor de foto. Zoomen, dat moet voortaan ook met de voeten. Dichter, verder, een beetje dansen. Senne, wat ben je aan het doen? En wel, aan het zoomen met mijn voeten. Ja, ja, ja. Zo moet je bijvoorbeeld dus ook nadenken over zaken zoals onderwerp, separatie. Mark, kun je eens even komen? Want met een 50 mm prime kan je een diafragma hebben van 1.8 of zelfs een 1.4 of 1.2. En ben je niet gelimiteerd tot die 3.5 of nog erger. En zo heb je dus nu ook controle over je scherptediepte.
En zo kan je dus door die zoeker kijken of op je LCD kijken en kiezen hoeveel van die achtergrond wil je scherp of hoeveel van je onderwerp wil je scherp hebben. Let's go! En met een beetje oefening leer je dat kader van die 50 mm ook wel kennen. Dan weet je direct waar je moet staan. Kortom, ga je dus meer intentie in elk beeld steken. En zo zullen jouw foto's en jouw video's er natuurlijk veel beter gaan uitzien. Reden 4. Veelzijdigheid. Met een 50 mm kan je echt gerust een hele dag rondlopen en geen enkele andere lens nodig hebben. De 50 is dus een lens die je toelaat om een close-up te maken van iets, dan een landschap, dan een portret. Echt, die 50 mm, wie doet het allemaal? Ik heb zo dus al klussen gedaan waar ik in mijn tas 4 verschillende brandpuntsafstanden mee had en toch 99% van de foto's gedaan heb met die 50. En plaats je er een macro-ring tussen, dan maak je van een 50 mm een echte macro-lens. En zo kan ik dus ook wel 5 redenen verzinnen waarom die 50 mm gewoon al zo veelzijdig is. Een allround brandpuntsafstand, breed diafragmabereik, doorgaans lichtsterk en licht in gewicht. Zie je, Mark, heb jij eigenlijk al een 50 mm? Ik heb eigenlijk alleen maar zoomlenzen nu, maar nu ik jou zo zie ben ik wel toch wel geïnteresseerd, hè, moet ik zeggen. Dat zie je maar. En de 5e reden, wel, dat is de keuze. Ja, net daarom heb ik dus een hele hoop van mijn eigen 50 mm lenzen mee. Hier komt de nerd in mij echt naar boven. Want al die 50 mm lensjes die ik mee heb, die geven een compleet andere look, feel, rendering aan mijn foto's en video's. Maar gelang het shot dat ik wil maken, zal ik bijvoorbeeld kiezen voor een die een gedempt contrast geeft of hooglichten die overgaan in de schaduwen. En deze geeft dan supermooie kleuren en een prachtige bokeh. Deze heeft een superlange focus throw, perfect voor focus pools in video. Een zacht, lekker zacht beeld. Deze die heeft een mooi warm en vintage karakter aan het beeld. En zoals je kan zien heb ik de lenzen die ik vaak gebruik voor video voorzien van focus gears. En zo kan ik die natuurlijk gebruiken met mijn focus wheel. En dat om gelijk manueel nog beter te kunnen scherpstellen. Dit zijn echt mijn schatjes, Mark. Ik zie ze graag. Je bent echt een nerd, hè? Weet je dat? I know. Ja, het is bijvoorbeeld hier een perfect duo. De Sigma Art 50 is een clean, mooie, scherpe look met autofocus. Ja, dan je Vintage 50, die een zachte, filmische, cinematische look naar keuze kan bieden. Dat is fantastisch, toch? Dit is ook gelijk het moment om onze occasions afdeling te pluggen. Link vind je hier of onderin. En daar vind je dus een hele hoop 50 mm in elke lensvatting. Ik ben nu dezelfde foto aan het maken met elke keer een verschillende lens. En het verschil is echt keileuk om te zien hoe verschillend ze allemaal zijn. Ik heb wel eens keus om die 3 naast elkaar te zien. Ah nee, dat is een 55. Wat hè? Zo, ik denk dat ik alweer genoeg gebabbeld heb over die 50 mm. Ik hoop wel dat ik jullie heb kunnen overtuigen waarom je misschien één of meer 50 mm lenzen in je arsenaal wil. Vond je de video tof of had je er wat aan? Laat ons dan een like, subscribe op ons kanaal. Heb je zelf al een favoriete 50 mm? Laat het ons ook beneden in de comments weten. En dan zien wij jullie graag terug in een volgende video. Onze tweede reden. Gratis. Lekker goedkoop. Ah! Niet gratis. Ja. Toch zitten we in hetzelfde schuitje. Ik vind er niks mooi, Mark. Echt. Nee, ik ook niet. Moet er een zoom zijn, hè? Ja, ergens anders gaan.